Een nieuwe wagen. U kijkt er naar uit. Prachtig model, perfect wat u nodig hebt. Nog wat opties? Mooi, daar hebt u jaren plezier van. Maar hoeveel kost die wagen u nu echt? Even tellen. Uw wagen, BTW, 35% teruggave van de BTW bij een personenwagen, herverkoop binnen 4 jaar, hopen dat u er 9.000 voor krijgt, dat is €13.730 op 4 jaar tijd. Maar blijft het daar ook bij? U weet ook wel dat u ook verzekering en taksen moet ophoesten. Maar wat met alle andere zaken, zoals de hele rompslomp bij pech of een kleine aanrijding? Onverwachte kosten, die onvermijdelijk ook veel tijd kosten. Onvermijdelijk? Want wat als u die wagen nu eens zou leasen? Dat kan, ook voor zelfstandigen, KMO's en zelfs voor vrije beroepen. Maar welke voordelen levert dat op? Telt u even rustig met ons mee. Dezelfde wagen, min de geschatte herverkoopwaarde. Dat is ons risico, niet het uwe. We rekenen dus slechts BTW aan op het verschil. BTW waarvan u ook hier 35% terugtrekt. Wij kunnen u dus dezelfde wagen bieden voor €12.502. Dat is €1.228 minder. Ofwel 6% van de initiële investering. Bovendien spreiden we dit over een maandelijks huurbedrag. Verzwijgen we niets? Natuurlijk wel. Het beste, want we nemen ook de zorgen voor onze rekening. Wij regelen alle verzekeringskwesties en alle taksen. Onderhoud en herstellingen zijn inclusief, ook bandenwissels. En bij een ongeval of immobilisatie zorgen wij voor een vervangwagen en regelen wij voor u alle opvolging en administratie. Van inschrijving tot herverkoop, alles via uw concessiehouder. Leasen kost u altijd minder. Of het nu om een wagen of een bestelwagen gaat, zelfs als u langer dan voorzien met uw wagen zou rijden. Wij zorgen ervoor dat u op elk moment de baan op kunt, om te doen waar u goed in bent. Bovendien tast u niet in uw reserves. U behoudt de financiële vrijheid om ook in uw andere plannen te investeren. Vraag uw concessiehouder om een Hyundai lease-offerte op maat.